Nous avons une nature merveilleuse à travers toute l'Europe, y compris en Belgique. Cependant, plus de 80% des habitats naturels de l'Union européenne sont en mauvais état. Et en Belgique, on monte même à environ 95%. In Vlaanderen bevinden slechts 3 van de 44 beschermde habitats zich in een goede staat van instandhouding. De vitaliteit van onze Vlaamse bossen gaat achteruit en dat voor een van de meest bosarme regio's van Europa. En Wallonie aussi, les indicateurs de biodiversité sont au plus bas. Quasiment aucun des habitats naturels ciblés par Natura 2000 n'est en bon état de conservation. In de Noordzee zien we beschermde natuurlijke habitats in een zeer slechte staat van instandhouding. Kwetsbare natuur draagt bij aan de klimaat- en biodiversiteitscrisis, met allerlei negatieve gevolgen voor onze maatschappij, zoals onze gezondheid, onze economie en onze voedselzekerheid. Er ligt momenteel een gigantische kans voor onze ecosystemen op de onderhandelingstafel. De Europese Natuurherstelwet. Die stelt dat we tegen 2030 20% van alle land- en zeegebieden dienen te herstellen en tegen 2050 alle aangetaste ecosystemen. Il s'agira de la première loi juridiquement contraignante pour ramener la nature en Europe. Natuurlijke habitats herstellen helpt tegen de klimaatverandering. Veengebieden bijvoorbeeld slaan enorme hoeveelheden koolstof op. En door verdroogde veengebieden te gaan vernatten, kunnen we enorme hoeveelheden koolstof vasthouden. En 2021, nous avons connu de graves inondations. C'est pour cela qu'il faut restaurer des écosystèmes tels que les tourbières ou les plaines inondables qui nous protégeront des futures catastrophes naturelles. Natuurherstel is ook cruciaal voor onze economie. En in het algemeen kunnen we stellen dat 1 euro geïnvesteerd in natuurherstel 8 tot 38 euro oplevert. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat tijd doorbrengen in een natuurlijke omgeving van hoge kwaliteit, dat dat goed is voor onze gezondheid en voor ons welzijn. De natuur biedt voordelen voor onze geestelijke gezondheid. Enfin, restaurer la nature, c'est recréer des conditions favorables pour notre faune et notre flore locale et ainsi enrayer la perte de biodiversité. Pour toutes ces raisons, nous appelons nos décideurs politiques à soutenir l'adoption d'une législation européenne ambitieuse en matière de restauration de la nature, et ce, dès maintenant.